Hoi allemaal, het is eind januari en dus is het tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand. Laten we maar snel beginnen. Als eerste, niet echt een januari product, maar toch heb ik me opgemaakt deze maand. Dit is de Garnier Amber Solaire Natural Bronzer. En deze heb ik vooral gebruikt, volgens mij met kerst en oud en nieuw, nog de laatste restjes om nog een beetje een bruin kleurtje te krijgen met jurkjes en zo. Mijn favoriete bronzer. Dan de Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation. Dit is een proefmondje. Super fijne foundation. Het L'Oreal Elvive Extraordinary Oil Voedend Haarmasker. Dit was eigenlijk best wel een fijn masker. Ik dacht ook van nee, deze moet ik even onthouden. Want als mijn andere masker op is, kan ik misschien deze een keer gaan doen. Ik vond hem eigenlijk wel heel fijn. Hij hoeft ook niet zo heel lang. 2 à 3 minuten. Dat vind ik altijd wel fijn, want zoveel tijd heb ik tegenwoordig niet meer. Dus ik vond het wel heel lekker. Dit is met 6 oliën van kostbare bloemen. Whatever het inhoudt. Maar ja, het is een heel fijn maskertje. Ik heb hier 2 keer mee gedaan. Mijn geliefde tonic. Dit is de Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action Hydrating Toner. Ik heb een tijdje andere geprobeerd, maar nee, love it. Dit werkt gewoon voor mijn huid. Hier krijg ik geen onzuiverheden van. Of bijna nooit, laten we het zo zeggen. Ik vind hem echt heel fijn. In combinatie ook met de face wash die erbij hoort. Dan een product van Niels even tussendoor. Dit is de Nature Baby Care Eco Rash Cream. Super fijne crème. Wij kopen deze bij de Eco Plaza. En het zit in een doosje, volgens mij van het merk Netty. N-A-T-Y. En echt waar, als hij rode billetjes heeft, je smeert het op. Volgende dag is het weg. Ik vind het echt heel fijn spul. En dus gewoon eco, dus ook nog eens goed voor het milieu. Dit is de Kruidvat Wascreme 3-in-1 Pure Cleansing met salicylzuur. En dit gebruik ik eigenlijk niet op mijn gezicht, maar op mijn rug. Als ik mijn haar heb gewassen en zeker als ik conditioner heb gebruikt of een masker heb gebruikt, dan zorg ik dat ik daarna altijd mijn rug was, want anders krijg ik pukkels. En dat doe ik altijd met iets dergelijks. En ik heb nu eentje van Olive Lois staan. Maar het is eigenlijk wat op dat moment in de aanbieding is. Daar ga ik voor. Deze vond ik op zich wel fijn. Wat hij dus salicylzuur erin heeft. Maar ik merk ook wel dat hij voor de winter mijn huid eigenlijk net iets te droog maakt. Dus voor de zomer top. Voor de winter is hij voor mij net iets te heftig. Niels zit op de eten op de achtergrond. Dan de L'Oreal Perfect Slim Laser Perfect Resculpt. Dat klinkt wel heel heftig. Dit is gewoon iets, ja, ik heb dit gebruikt onder het motto cellulitis en zo. Maar ja, dit zorgt er gewoon voor. Dit zorgt er gewoon voor dat het allemaal wat strakker wordt. Of tenminste, dat zou ik moeten doen. Ik weet het niet. Geen idee. Even kijken. Dan, meer dan op, is deze Weleda Amandelcreme voor de gevoelige huid. Dit is een gezichtscreme die ik eigenlijk altijd 's avonds gebruik. Niet op de geluidseffecten, die ik altijd 's avonds gebruik voor het slapen gaan. Overdag gebruik ik vaak die Eau de Volage. Nu heb ik er toevallig eentje van L'Oreal, omdat die in een pakketje zat. Maar eigenlijk 's avonds gebruik ik deze. Ik heb nu de Skin Food, maar ik moet zeggen, ik vind deze echt fijn. Ik vind de Skin Food, reageer ik nog wel een soort van op. Deze is gewoon heel fijn en verzachtend. En je doet er trouwens ook mega lang mee. Dan een mascara. Dit is de Maybelline Lash Sensational Mascara. Dit is mijn favoriete mascara. Dit is de waterproof variant. Vind ik heel fijn. Zit als een huis. Dit is hem. Ik ben gek op die siliconenborsteltjes. Vind ik het fijnst werken. Ik heb nu alweer een nieuwe. Dit is gewoon mijn go-to waterproof mascara. Dan een scheermesje. Dit is de Venus Embrace. Wattenschijfjes. Altijd van Kruidvat. De mascara, maar dan de niet-waterproof variant. Ook super fijn. Hier moet ik nog even een nieuwe van aanschaffen. Maar deze vind ik heel fijn. Ik heb nu een ander van Maybelline. Ik ben eigenlijk altijd enthousiast over Maybelline mascara's. Die zo'n siliconenborsteltje hebben. Maar nou, degene die ik nu heb, dat is de Drama Push-Up of zo. Maar ik vind deze fijner. Tip ook, die dingen zijn heel vaak in de aanbieding. Dus hou gewoon de aanbieding in de gaten. Dan als laatste de, nou niet als laatste trouwens, als laatste make-up product de L'Oreal Brow Artist Plumber. En dit is de Medium Dark. Voor wie mij mijn tutorials regelmatig ziet, die weet dat ik deze gebruik. Maar dan de transparante. Deze heb ik een tijdje niet gebruikt. En ik had hem laatst weer gebruikt. En
Het is gewoon zo'n raar effect bij mij. Die ander ben ik echt groot fan van, maar deze... Maar deze, nee. De kleur is niet goed. Hij klontert. Ik vind het niks. Dan de Kueishi Vitality Skin Anti-Aging met Micronized Pearl. En dit is een dagcreme. Die zat een keer in een Pretty Box, Glossy Box, Duty Box. En dit is een heel natuurlijk merk. En dat heeft Sven vooral gebruikt, maar ik heb hem ook af en toe gebruikt. Prima spul. Mijn tandpasta, de Sensodyne Gentle Whitening. Alleen ik moet nu van de mondhygiëniste de Repair and Protect variant gebruiken. Maar ik doe dan wel de Whitening variant. Dit zit dus in de doos, omdat ik nu deze gebruik. Mijn lievelingstandpasta. Niels is aan het eten en het gaat hem niet snel genoeg. Dan deze zeep heb ik me al vaker voorbij zien komen. Dit is de HEMA handzeep. En dan van Sven nog twee deo's. Een douchegel. En dan was de oven. En een tandpasta aloe vera. Dat was het. Dat is alles. Hoppa. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand, de maand januari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd of jij nog favoriete producten hebt opgemaakt deze maand. Of dat je dingen had waarvan je echt dacht, nou ik ben blij dat het op is. Let me know en ik zie jullie snel. Doeg!